Aap zei van als we winnen zondag, dan kunnen we nog naar de tweede plek toe. Ja, zo gaat het dan. Ook net, wij zijn ook net mensen. Weet je, gewoon bijna mensen. Voel jij je, Brian, inmiddels echt helemaal op je gemak op de plek op het veld waar je staat? Jawel, ja zeker. Ik sta er nu al een tijdje. Eigenlijk meer een deel van dit seizoen heb ik denk ik in de spits gespeeld. Uiteindelijk blijf ik nu staan. En ik voel me daar wel op mijn gemak. Ik heb wel zoiets van dat ik me nu moet richten op die positie, ja. Wanneer kwam dat moment voor jou dat je bij jezelf op een ochtend wakker werd en bedacht van hey, het voelt niet meer onwennig? Nee, het voelt niet meer onwennig. Het is meer het gevoel dat je daar moet gaan richten. En dat zeg maar de positie voor je, een nieuwe positie voor je wordt. En daar ga je dan volop focussen. En als je ziet dat je daar iedere keer ingezet wordt, ja, dan ga je op een gegeven moment je volle focus op die positie. Ja, en dat begon dat je daar echt ook bleef staan natuurlijk met die thuiswedstrijd tegen PSV. Hè? Vanaf dat moment heb je eigenlijk alleen nog maar daar gestaan. Nou, daarvoor volgens mij tegen Heracles was ik ook ingevallen in de spits. Ja, toen stond je dan. Maar dat is het moment, eigenlijk ben je na die wedstrijd, het ging hartstikke goed natuurlijk, ben je niet meer uit de ploeg verdwenen. Ja, toen begon ik uiteindelijk aan mijn score aantal te werken. Wat is jou bijgebleven van die thuiswedstrijd? Kun je er iets mee richting zondag? Wat me bij is gebleven, nou, dat zijn vooral positieve dingen. Dat we met rust met 3-0 voor stonden. En PSV had natuurlijk heel veel balbezit. Veel klutsmomenten wat tot kansen konden komen. En dat moeten we nu zorgen dat beter gaat. Gaat het eenzelfde beeld worden? Want jullie doelpunten kwamen natuurlijk heel erg, best eigenlijk wel vanuit de tegenstoot, toch? Ja, dat klopt. Die kwamen veelal uit de counter. Maar dat is, PSV is natuurlijk gewoon een goed team. Veel voetballende kwaliteiten. Dus die zullen misschien wel meer de bal hebben dan wij hebben weer. Alleen wij moeten wel zorgen dat we weer scherp zijn. En zorgen dat als we de bal hebben, dat we er iets goeds mee doen. Is er bij jou of binnen de selectie in het algemeen nog het gevoel dat je, als je zondag wint, dat plek 2, dat het toch nog een serieuze optie voor jullie kan zijn? Ja, maar moeten we wel winnen. En dan wordt het alsnog heel erg moeilijk. Dan is het nog steeds ver weg. Maar dan kunnen de kaarten wel opnieuw geschud worden. Ja. Ja, het is dus iets wat, het leeft wel. Of komt het omdat ik het nu vraag aan je? Ja, het is niet zo dat we daar dagelijks over praten. Maar het is wel dat ik dat toevallig met Haps er nog over heb gehad. Omdat hij naast me zit in de kleedkamer. Ja. Hoe gaat dat dan? Haps zei van als we winnen zondag, dan kunnen we nog naar de tweede plek toe. Nee, dat. Ja, zo gaat het dan. Ook net, wij zijn ook net mensen. Ja, precies. Weet je, ja. Gewoon bijna mensen. Ja, goed zo. Eén ding nog, Brian. Ik heb een tijd geen spelers gesproken. Toch een vraag over het loonoffer. Heb jij het gevoel dat er in ieder geval in die discussie, dat er licht aan het eind van de tunnel is? Is er voortgang? Is er voortgang? Er is een mededeling geweest bij ons. En wij weten uiteindelijk hoe het ervoor staat bij de club. Niet alleen bij Feyenoord, maar door alle mensen, bij alle horecazaken, noem maar op. We weten overal hoe het ervoor staat, dat is bij Feyenoord niet anders. Dus we hebben mededeling gehad en ja, zover is het. Maar is het helemaal geen issue meer? Is iedereen akkoord? Of? Nou ja, ik heb er niemand meer over gehoord, nee.